Ik weet niet of jij geïnteresseerd bent in drugsmokkel. Eh, dan kan ik je warm aanbevelen. Zorg dat je een nieuwe auto hebt die er glanzend uitziet. Goed schoongemaakt is echt. Eh, zorg dat je, de, of het je eigen vrouw is, doet er niet veel toe. Een aantrekkelijke vrouw zit naast je. En twee opgewekte lachende kindertjes zitten achterin en spelen halma of zoiets dergelijks. Dan kan ik je garanderen dat je aan geen enkele Europese grens zul je aangehouden worden. Het is kunt u mij horen? Was je trouwens qua beeldvorming opgevallen dat Hoestra een baard heeft uh, nu? Ja, dat was mij opgevallen, ja. Echt, god, het staat iedereen vrij, hoor. precies alle, alle haargroei te laten gaan waar die, waar die gaat. Ja, maar denk je niet in de politiek dat dat bewust is? Want je wordt natuurlijk constant gefotografeerd en je staat op de film. Ja, het is altijd bewust natuurlijk. Als je, als je namelijk eerst altijd uh, je hebt geschoren, dan is het bewust dat je... Eh, dat je een baard hebt. Ik heb geen baard. Ik moet ik zeg het maar even voor de zekerheid. Voor... Nee, luisteraars, ik heb geen baard. Ik heb aangroeisel. Eh, maar ik heb geen bewuste baard. Ik heb een baard, omdat ik in de tijd niet waar vond. Ik elektrisch scheren, dat irriteerde mijn huid enorm. Echt heel erg onaangenaam. Tegelijkertijd had ik een vrij zware baard. Toen heb ik het met een krabbetje geprobeerd. Dat leidde tot zwaar bloedende wonden, kan ik u verzekeren. Daar ben ik ook mee gestopt. Dus u moet mijn baard zien als een, als een, een verschijnsel van machteloosheid. Zien. <laughs> Af en toe knip ik het met een schaartje. Maar, dat is, maar ik heb niet bewust een baard omdat ik denk dat dat leuk staat. Of omdat Willem-Alexander er ook een heeft. Of Wopke Hoekstra ook. Of wie dan ook maar. Of Sinterklaas. Ik heb een baard omdat het stomme haar gewoon uit mijn hoofd groeit. Er was een vraag op Instagram nog van luisteraars. Die zeggen van beste meneer Van Rossum, hoe onderhoudt u uw baard? Met een schaartje. Met een schaar dus. Ja. Maar je smeert er niet iets in? Nee, je smeert er bij de kappen willen eens ook altijd iets in je smeren ja dat is ook ja ja dat ins met het, alle mensen die aan je hoofd zorgen die wel altijd iets smeren iets in je hoofd op je hoofd smeren in je hoofd smeren ik wil niks ik wil ook geen zonnebrand uh, anti zonnebrand dat wil ik ook niet aftersun zo vies vind ik zoiets vies ja aftersun dat is me afgepakt in Calgary dat er 25 milliliter te veel in zat maar wanneer was de laatste keer dat je echt geen, geen uh, haargroei had? Want er is ook foto's waar. Ging... Nou, de laatste keer dat ik, geen maal, dat ik mijn baard wel bewust uh, heb afgeschoren. dat was het toen ik naar Amerika ging. Dus dat is 1974. Want er was mij verzekerd dat je, als, je, als je met zo'n baard kwam. dat je dan. Uh, een beetje eruit gepikt. en dan zagen ze je aan voor een gevaarlijke figuur. Dus ik dacht, nou ja, dat moeten we niet hebben. Als we voor het eerst in Amerika. Dus ik had dat ding afgeschoren en ik had zelfs mijn filishape meegenomen, een klote ding. Uh, je begrijpt hoe dit afgelopen is. Ik werd er uh, meteen uitgepikt. Ik heb anderhalf uur hebben ze mijn koffer hebben ze helemaal doorgerommeld. Ze hebben mijn filishape opengeschroefd. Ze dachten waarschijnlijk dat het een, 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 hand, een handgranaat was. En, en ik, er stonden mensen die, die mij daar, waar ik naar gelogeerd heb, aanvankelijk, die stonden maar op te wachten. Ze dat nou, hadden ze nog nooit meegemaakt dat iemand zo onheusig reeds meteen bij binnenkomst. En dat is altijd mijn ervaring in Amerika geweest. Ze hoeven me maar te zien en ze denken, oh jee, ook in Europa. Trouw. De laatste reis niet. Ik heb al eens uitgelegd dat je als je drugs wil smokkelen. Ik weet niet of jij geïnteresseerd bent in drugsmokkel. Eh, dan kan ik je warm aanbevelen, zorg dat je een nieuwe auto hebt, die er glanzend uitziet, goed schoongemaakt is, echt. Eh, zorg dat je, de, of het je eigen vrouw is, doet er niet veel toe, een aantrekkelijke vrouw zit naast je en twee opgewekte lachende kindertjes zitten achterin en spelen halma of zoiets dergelijks. Dan kan ik je garanderen dat je aan geen enkele Europese grens zul je aangehouden worden en onderzocht worden Stapt u er even uit en, en wat zit er onder die stoelen, dat krijgt u allemaal niet. Nu ga je alleen en je ziet eruit zoals ik. En je gaat niet bij, bij zo'n hele grote grensovergang waar je, waar je gewoon door kan jassen, maar je gaat in Limburg de grens over. Ik had een, een inderdaad, ik heb nooit mijn auto's ergens netjes schoongemaakt, een hele stoffige AMI-8 had ik. was een soort van reuze eend. En ik wist het. Ik reed graag door de Eifel, omdat het een prachtig landschap is. En dan kom je vanzelf uit ergens in Midden-Limburg kom je weer in Nederland terug. Altijd hetzelfde liedje. Gaat u maar eens even. Zet u de auto maar even achter het gebouwtje. Daar heb ik toch ook, ik had zo'n zo pak bij met, met dots, weet je wel. En eh, wat zit erin? Ik zei, nou, dat staat erop, dots. En dan zit, ja, maar zou u die zak eens even open willen maken? Zeer ja, wacht nou even, maar dan wordt het wel oud. Natuurlijk, jij ja, hebt er niks mee te maken, meneer. <laughs> dat is, hè, we hebben niks mee te maken, meneer. Dus ik heb, ja, voor mijn goede gedrag, een zak dots open moeten rukken, waar ze eigenlijk roken hebben. Toen vonden ze dat naar hun idee, roken het inderdaad naar dots. Dat of ze daar een speciale neus voor hadden, voor dots, ik zou je niet kunnen zeggen. Man, man, waar ik niet aangehouden ben met die, met die stoffige eend van mij. Altijd in mijn eentje. Ben ik ooit aangehouden met vrouwen en kinderen? Nee, nooit niet. Nooit. Waar dan ook, maar, maar, maar nu ik ben niet. aan de Joegoslavische grens. Een drama werkelijk. Overal hebben ze gekeken onder de motorkap. Ze hebben onder de stoelen gevoeld. Nou, het was echt. <laughs> maar het is niet zo dat we naar Amerika reis ging. Ik heb je toch goed. verteld van die hotels? Of niet? Ik heb ik toch verteld? Wanneer? ja nee, dat als ik, toen wij jong waren en nog geen kinderen hadden. Dat deden we altijd in mei een soort van. Uh, reden we maar zo'n beetje door Europa heen. om te ah, kijken ja. waar we terecht kwamen. Ja. En, en dat ik dan die kamers ging vragen. Nee, we hadden nooit een kamer. Het was washing. Ze hadden de kamers werden verbouwd. Er was altijd <laughs> wat. Het was net afgebrand. Weet ik veel wat het was. <laughs> Ja, dat vond ik zo raar. En dan bijvoorbeeld in mei, het was ook niet het hoogseizoen, want we gingen altijd buiten. Omdat je nog geen kinderen hebt, kun je buiten het hoogseizoen. Tot ik zei: ja, Het is zo, het, ga jij nou eens, zei ik tegen mijn vrouw. Nou, ja, zij gingen in. We hadden nooit meer een probleem gehad. Alle andere kamers. Varsing was bleek niet te bestaan. De verbouwing was klaar. Het was kortom, ja, het was ongelooflijk werkelijk. En dat is dus het leuke was natuurlijk dan. Dat mijn vrouw dan zo'n kamer geboekt had in zo'n Oostenrijks klotenhotel. En dat ik dan met het koffertje kwam. Hè? En dan zag je ze denken, oh, god. Ja, wat is dit? Een internationale crimineel. Ja, waarschijnlijk een bende leider. <laughs> <laughs> ik, Ja, Je weet hoe onschuldig en vrolijk ik eruit zie. Ja. Op festivals heb je dat altijd, hè? dat mensen uh, hele zakken met drugs en pillen en, en cocaïne mee naar binnen willen smokkelen. Op de festivals waar we het net over hadden. Zou ik ook zeggen, neem een knappe vrouw. Zorg dat je voor begeleid wordt door een knappe vrouw. Nee, maar je wordt gefouilleerd die daar. De tent afleidt, hè? Je tent afleidt. Je wordt helemaal. Ja, ge... denk, denk aan die scène in de in Longest D. Ja. Een hele kar vol met, met neergeschoten piloten. En eerst komt die juffrouw met zo'n beetje zo'n open blouse en zo. En die gaat, we maken een lollig gesprekje met de Duitse soldaten. Ja, het zijn ook maar jonge jongens. En ondertussen piep die car voorbij met al die piloten erin, en dan stap ze weer op de fiets. En... Ja. En kennelijk is dit een zaak van alle tijden. Ja. ja. Als je het gezag wil misleiden, dan moet je dus. Ja. Waar bestaat de wereld uit profiling? Hè? Ik kan je verzekeren dat ik, dat ik, dat ik zelfs als, als ik ben naar een winkel zou gaan, ik zou mijn best doen dat ik daar ook verdacht word. En. en... Nu toch niet meer, nu is ze heb je van Rossum. Ja, dat is wat anders. Dat, nu heb je dat gedonden, want het is van Rossum. Ja, dat is waar. Die van de slimste. Ja. ja. ja, ja. Wie heeft maar goed, het? voordat ik dus niet bekend was, was dit mijn levenslot. En nog veel gekker is, mijn vader had hetzelfde probleem. En die had nou een grote snor en betrekkelijk lang haar, zeker in de jaren 50. dus God, allemaal. Vroeger kwam de douane al in de trein. Dus als je met de trein naar Parijs ging, wat wij ooit deden als gezin, uh, nou ja, dan uh, moest mijn vader, die werd er meteen uitgepikt. En hij uh, moest ook de boel openmaken en zo. En, uh, allemaal profiling. Profiling is van alle tijden. Profiling is dat je, als je iets wilt doen wat absoluut verboden is, zorgt dat je er zo burgerlijk en zo mooi en zo netjes en zo fijn en zo algemeen aanvaard mogelijk uitziet. Nog één onderwerp. Uh, de uh, grootste vliegtuigroof uit de geschiedenis wordt het al genoemd. Uh, wat de Russen op dit moment doen. Uh, ik weet niet of je dat hebt gehoord. Die uh, lease. Ja, die gaan al die lease-toestellen gaan ze naasten. Ja, precies, en die, die moeten natuurlijk op een gegeven moment moeten die ook deels naar, naar. of die staan in Rusland, die krijgen dan een nieuw nummer. Een Russisch nummer. Ja. Ja, en die gaan natuurlijk niet meer terug naar de leasemaatschappij. maatschappij nee. Een groot Toch. deel van de maatschappij lease natuurlijk hun vloot. Toch uh, raakte Rusland uh, op het punt van die vliegtuigen uh, op vrij korte termijn ernstig in de problemen. Omdat ze geen uh, reserveonderdelen krijgen. Precies. Ze hebben allemaal westerse toestellen gekocht, natuurlijk sinds 1989. Omdat die, die Tupolev-dingen inderdaad ook niet de top waren. Die, die vielen ook als dode vliegen uit de lucht. Uh, ik heb wel eens in zo zo'n ding gevlogen. Nou dit, dit is uh, een andere kwestie. Dus ja, er zullen steeds meer toestellen aan de grond komen. Je kunt natuurlijk eerst cannibaliseren. Want je hebt een vrij omvangrijke vloot. Maar aan het cannibaliseren is natuurlijk ook een grens gesteld. Dus als die sancties intact blijven, dan zullen ze toch heel snel problemen krijgen. Echt ernstige problemen. Ja, maar als ze ermee doorvliegen, is dat natuurlijk een gevaar voor de eigen bevolking. Ja, zonder meer. Maar daar hebben ze nooit erg zwaar aan getild, kan ik je verzekeren. Ook in de communistische tijd was het altijd zo: als er een vliegtuig neerstortte. Dat werd doodgezwegen. Ja, wij zullen dat niet horen hier in het Westen. Nee. Nee, 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 nee. En als ze terugkomen, dan zijn die vliegtuigen eigenlijk waardeloos. Want de onderhoudsgeschiedenis is natuurlijk zoek. Zonder twijfel. Dus of, of ze zouden helemaal geheel gereviseerd moeten worden. Maar ik denk dat dat uh, inderdaad een verloren zaak is. Ja. Schijnend toch, hè? Maar het hoort bij de, bij, ja, bij de oorlogsvoering ook dan deels. Ja, het, het, het hoort bij het patroon natuurlijk in alle... Rusland heeft besloten natuurlijk dan ook maar overal de beuk in te gooien. Ja, ja. Dat zie je ook aan de gasleveranties. Want die pesterij, dat ze het gas afhakkelen, vond ik ook vrij sterk. Ja, ik wou nog iets zeggen eigenlijk, maar dat heeft hier met al deze dingen helemaal niets te maken. En dat betreft eigenlijk al die dingen die ik toegestuurd krijg. Hele aardige, vriendelijke brieven. Soms ook brieven dat ik het geloof wat serieuzer moet nemen. Dat ik tot mijn spijt kan ik daar niet aan voldoen. Ik kan het geloof niet volledig over serieus nemen. Maar ik krijg ook portretten, tekeningen. En met name ook manuscripten toegestuurd. Zou u alstublieft mijn, mijn manuscript, mijn vaders manuscript enzovoort eens willen lezen en kijken of u het wat vindt? En eh, lieve toestuurders, ik ben eh, daar allemaal zeer dankbaar voor. Maar ik heb geen secretaresse. Ik word 79 aanstaande oktober. Ik heb een relatief druk leven. Ik kan simpelweg niet op al die attenties reageren. Dus ik dank er zeer voor. Ik dank iedereen die de moeite heeft genomen om iets te sturen. Van welke aard dan ook. Maar ik kan niet op elke, niet waar, op elke gift ook een dankbaar antwoord verzorgen. Het spijt me, maar het is niet anders. Hoe kom je er nu op dat je dat nu even wil benoemen? Dat wou ik toch al bij het begin, maar dat was ik weer vergeten. Oh, is het vergeten, ja. Geld overigens ook voor de brieven die gestuurd worden over de podcast. Dat wordt allemaal wel gelezen, maar we kunnen niet overal op reageren natuurlijk. Dat is niet te doen. Nee, want je, dan moet je een apparaat hebben. Dus dan ja. ja, ja. moet je dus een heel secretariaat hebben. Wat dit soort van dingen gaat zitten doen. Precies. Nu ik het, uh, nu ik, het ik denk er nu aan. We moeten nog eventjes, je moet even een quote afgeven voor het persbericht van Beeld en Geluid. Over het archiveren van de podcast. Wat je daar als historicus van vindt. We hebben dat al een keer opgenomen, maar ik ben dat weer kwijtgeraakt. Ja. Dus of je daar nog even iets van, wat je daarvan vindt. Dan zetten zij dat in het persbericht. Ja, ik stel archivering, officiële archivering. Want daar gaat het hier om door uh, het instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Ik ben over dat gebouw, althans het uiterlijk van het gebouw, niet erg te spreken. Maar wat ze daar binnen doen, dat is ongelooflijk nuttig. En ik vind het eerlijk gezegd wel een compliment dat ze bereid zijn, of van plan zijn, of in ieder geval daar mensen hebben uitgesproken, om onze podcast te archiveren. Ik juich dat zeer toe. Niet waar? Ik hoop op deze wijze ook dat wij voor de eeuwigheid gearchiveerd worden. Dus dat je ook over 150 jaar nog kunt zeggen: van zeg de hoogst interessante bron voor een leuk geschiedenis van de jaren, nou ja, we, zullen we maken het begin van de 20e eeuw, 21e eeuw, dat is die podcast. Ik neem aan, ze ook een aantal andere podcasts zullen willen archiveren, want ik begrijp dat ze ook de Dino-podcast willen archiveren. Ja. ja, dat klopt. Nou, het is, ook het ook... is een modern medium, wat, wat in alle opzichten toch weer een net iets andere draai geeft aan het commentaar dan laten we zeggen, op één, om maar iets te noemen, of andere talkshows, die overigens waarschijnlijk ook allemaal gearchiveerd zullen worden. Dat dan wel. zou je ze aan ze moeten vragen: zijn, is er nog iets wat jullie niet archiveren? Volgens mij archiveren ze alles. Het is ook trouwens al klaar, hè? Ze de, 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 alle podcasts zijn gearchiveerd tot nu toe. Ah, goed zo. Ik juich het van harte toe. Oké, okay. nou is natuurlijk dit daar eens op, en dan Vind komt ik er. Nuttig werk. Dan komt er een, post, uh, een, een, een archief in ieder geval, of een persbericht komt er daarover. Dus. Uh... Overigens, van op 1 is ook een podcast, Dat is gewoon de uitzending die ze dan doorzetten als podcast. Ah, wordt daar ook naar geluisterd? Of geen niet? idee, geen idee. Even kijken. Want dat is heel gek bij die, ik weet niet of je was naar de kijkcijfers kijkt. Van op 1? Ja, dat die starten dus met, met 1,3 miljoen kijkers en, en, na, en het gemiddelde blijkt dan uh, 700.000 te zijn. Dus die raken op een of andere manier de loop van de uitzending helft van hun kijkers kwijt. Nou raken... Alle uitzendingen raakten een deel van de kijkers kwijt en de loop van de uitzending ken ik, zijn er enorm veel mensen die hoe heet dat ook alweer kanaal zwemmen uh, zeppen zeppen ja, ja. kanaal zwemmen dat is ook wel een mooie naam ja prachtig toch ja ik heb ons gedacht ik ga een boek schrijven over ik kies één specifieke dag zomaar een dag en ik zorg dat je ja, had toen al toen ik dat overdacht had je al in Nederland weet ik het niet tientallen kanalen maar toch een hoop kanalen en ik kijk al die kanalen voor die ene dag af en daar schrijf ik een boek over. He, wat, wat was er nou? Op die dag moet ik ook niet een dag zijn van 9-11 of zo, maar gewoon een lullige, een lullige dinsdag ergens in een lullige week, in een lullig jaar. He, en om, te, om nou zeg, een soort van een snapshot van de cultuur te maken. Dat leek me een geweldig idee. Een beetje wat Angela de Jong nu doet in haar columns. Nou, dat weet ik niet. Omdat zij maar een heel bepaald type van programma volgens mij. Eh, ja, dat heeft haar, haar aandacht is vooral gericht op relatief populaire programma's. Ja. Die in de nette kranten niet besproken worden. Eh, vaak om goede redenen, maar dat, dat is volgens mij het gat in de markt wat zij ontdekt heeft. Dat zij probeert om kritisch te schrijven over eh, heel Holland bakt, eh, Robinsons eiland of kom op, dat. dat eh, al die eeuwige datingshows waar je ook denkt van, krijgen mensen daar nou niet genoeg van? Ja, je kunt ook zeggen, quizzen krijgen ze daar nou niet genoeg van? Want de slimste mensen niet de enige quiz, het wemelt van de quizzen. En wat heb je nog meer? Maar ook die datingprogramma's, dat is toch van een ingrijpende treurigheid werkelijk. Ja, het blijft en wel al die, al, die, al die eilanden waar ze, waar ze dan op gaan zitten. Ja, want er zijn meerdere eilanden, die, ik begreep had dat het allemaal in de Filipijnen wordt opgenomen, die dingen. Nou, er is nu een programma, wat in de zomer ook, want in de zomer is het fijn om wat vulling te hebben als zender. En RTL 4 had B&B vol liefde, en dat waren dus uh, mensen die een B&B hadden, Bed and Breakfast, ja. in Europa. En die zochten liefde, dus in die B&B gingen dan mensen uit Nederland langs. Die zochten lang. liefde? Ja, die hadden geen partner, en die zochten dus wel een partner, en dan gingen verschillende mannen of vrouwen langs. Daar, en dan gingen ze dus met elkaar die bb runnen en gingen ze kijken of er liefde nog in zat. Het lijkt me een stomme, vervelend concept. Nou, dat is toch na, na de slimste waarom, was. Waarom, waarom zoek je niet op internet naar een partner? Dat kan toch ook? Dat kan ook, maar dit was een populair programma. Daar keken toch bijna een miljoen mensen naar. Ik wens ze er veel sterkte bij. <laughs> ja, dan bij deze. Bij eh, boer zoekt, vrouw ook zowat. Ik bedoel, maar, eh, het allemaal. Ik heb het al gezegd. Zoekt u verstrooiing, kijk vooral televisie. Ja. Zoekt u informatie? Wilt u iets weten? Wilt u er, laten we zeggen, klinkt gek beter van worden? Lees dan iets. Nog een vraag van Debbie: waarom en hoe onthoudt Maarten zoveel? Uh, ik denk dat dat is een bekende vraag is natuurlijk. Ten eerste wordt mijn geheugen, zeker mijn korte termijn geheugen, dat je, dat je toch even denkt: God, hoe heet die man ook alweer? En dat je dan, dat je of niet dat je op een niet op een woord kan komen. Volgens mij heb ik dat vaker dan vroeger. Al zeggen alle jonge mensen dat zij er ook last van hebben. Maar als je het nu hebt, denk je dat is mijn ouderdom. Maar het is algemeen bekend dat hoe meer je opgeslagen hebt in je hoofd. Hoe meer, laten we zeggen, contacten je kunt maken. Hoe complexer dat systeem is. Hoe makkelijker het, hoe makkelijker het wordt om er iets aan toe te voegen. Okay. Als je toch al een prima systeem bij je hoofd hebt voor nou, we zeggen de jaartallen van de afgelopen, eh, zal het in mijn geval zijn 150 jaar, dan, dan is het niet moeilijk om iets extra's te onthouden. Om een extra jaartal te onthouden. Okay. Dus, dus het, het is onthouden of, of iets uit je hoofd doen. Dat is ook natuurlijk overigens een kwestie van oefening. Dat kun je ook bijvoorbeeld goed leren door flink. Toen ik begon met de lezing had ik altijd de vrij uitgebreide notities. En dan, eh, omdat ik de neiging heb, ook op daar had ik de neiging natuurlijk om af te dwalen. En dan eh, tien minuten over iets totaal anders te spreken, zal ik maar zeggen. De, de kakelak of zoiets, in een interessants onderwerp in ieder geval. En dan dacht ik van, oh jee, maar keek ik even op mijn papiertje. En dan zei ik, dames en heren, het spijt me, maar ja, ik moet even terug. En, en, eh, want ik heb hier nog staan, het was belangrijk dat ik u dat ook even vertel, tot ik mij realiseerde. Dat je publiek niet weet wat je vergeten bent. Want ze hebben meestal helemaal niet nagedacht over het onderwerp waarover je spreekt, dus ze weten veel. Dus toen dacht ik, wat maakt geen zak uit? Ik hoef het ook niet op te schrijven. Ik heb wel meestal in mijn hoofd iets wat ik wil gaan zeggen. Ik ga straks iets over telescopen zeggen, dat heb ik wel in mijn hoofd zitten. Misschien vergeet ik ook wel wat, ik sluit het niet uit. Maar dat weten de luisteraars toch niet. Nee. Je hebt natuurlijk altijd, als er maar genoeg luisteraars zijn, zeg je, heb je altijd de mensen van een briefje. Hoe is het mogelijk dat de heer Van Ossem <laughs> dat, dat wereldberoemde artikel heeft vergeten wat Einstein schreef, niet waar? Kort voordat hij zijn nog wereldberoemde artikel schreef in 2005. Ja, dat heb je altijd. Hè. Bij de slimste mensen wemelt het ook. Hoe is het mogelijk dat, nou ja. Dat ze dat niet gezien hebben en dat ze zo'n opmerkelijke fout over het hoofd hebben gezien. Ja, dat is waar. Als je maar genoeg kijkers hebt of luisteraars hebt, dan, dan word je op elke kleinigheid. Er is natuurlijk niets zo fijn, al niet waar, als mijn type van bed te betrappen op iets wat hij niet wist, of waar hij net precies een verkeerd getal gegeven heeft, of dus het jaartal met één jaar verschil heeft genoemd. Dat is. Dat, dat de heer Van Rossum niet weet dat. Nou ja. Nee, er zijn ook dingen die ik niet weet. Sterker nog, er zijn veel meer dingen die ik niet weet dan die ik wel weet. Ja, zoals Noen. wat dat betekent. Dat zoeken we nog steeds. Ja, die... dat weten we niet, Noen. Nee. Ik heb geen flauw idee. Nee, het zat dus in de slimste... Is het niet dus... leuker om het niet te weten? Nee, dat is ook zo. Anoes van Beek wil nog weten, wat ziet Maarten als oplossing voor Ter Apel? Nou, ik zou zeggen, doe iets. Doe. Ik, ik neem aan dat, dat er in Nederland een soort van crisisapparaat is wat geactiveerd wordt, stel dat we in oorlog raken of dat er, dat er echt grootschalig onmiddellijk gereageerd moet kunnen worden organisatorisch ook. Dat moet het toch zijn? Hè? Voor het geval dat er getroffen worden door een tsunami, een orkaanwind, weet ik veel wat, eh, activeer dat. Zet het leger in. Het was, het was naar mijn idee intolerabel en beschamend, dat vond toch werkelijk iedereen. He? Dus het leger is de oplossing? Nou, het is niet de oplossing, het gaat er mij om. Ik zou wel eens willen weten wat voor crisismaatregelen liggen er klaar voor het geval dat zelfs onze regering niet waar wil erkennen dat er sprake is van een, een niet tolerabele situatie. En dus eh, zouden ze onder elkaar nou niet een keer bellen? Jongens, dit kan toch niet? Ik wil. We kunnen dit toch niet door laten lopen? En dan nog met zo'n klunzige oplossing komen. Eh, die op zijn best op, op termijn enig effect kan sorteren. Maar kijk, we zullen sowieso een emigratieland blijven. Daar kun je lang over houden en kort over houden. Natuurlijk heb je mensen zeggen alles alle grenzen afsluiten maar... Dat is in een geval als Nederland heel lastig. Bovendien hebben we tal van internationale verdragen. Dat dus, we zullen moeten leven met het feit dat we ja. een migratieland zijn. Ja. Die reconstructies in de kranten zijn altijd interessant. Waarin dan staat van hoe het achter de schermen gebeurt in Den Haag als zo'n crisis speelt. Ja, nou, dat niet, niet zo best dus. Veel te laat, veel te traag, rommelig. Ja, maar uh, de details kennen we niet. We nee, weten niet de, precies wat er gezegd nee, wordt onderling. De details leren we pas later van historici. Wietske Seidsma: wat vindt Maarten van het Gezeik over de Finse premier? Schandalig toch allemaal, zegt ze. Ja, ik vind die idioot. Ja, dat is, dat, is de, dat is de kleine burgerman, maar kennelijk is die nog, nog, nog. Ik zou zeggen, waarom zijn niet op een feestje mag dansen? Ze is 35. Ik vind het juist zo, zo behartenswaardig dat, dat als je die dat Finse kabinet ziet, dat je denkt, verdomme. dat zijn allemaal piepjonge vrouwen. Althans, in mijn ogen natuurlijk piepjonge vrouwen. Dat is toch heel nuttig? Ik vond het in Vlaanderen ook altijd zo nuttig. Die hadden allemaal piepjongen zeer aantrekkelijke vrouwen als minister. Eh, nou wil ik verder niemand kwetsen in onze in de Nederlandse politiek. Maar heb dat, nee, ik vond het prima. Ik, eh, ja, wat is het, God? Kleinburgerlijke ver, verontwaardiging. Ik boel, dat heb je toch in Nederland ook. Als je haren niet geknipt zijn of je broek zit scheef. dan, dan krijg je dus ook de Twitter-gemeenschap achter je aan. Ja. Dit is voor de Twitter-gemeenschap fressen. hè eh? Zij is zondig, ze is zondig. Was ze niet onder invloed van verdovende middelen? Eh? Dat je ook denkt, wauw, nou een kinderachtige zeik. Verschrikkelijk gewoon. Er is ook zo'n filmpje van Rutte die ook staat te dansen. Hè? Maar dat is op een uh, peuterspeelzaal, volgens mij, waar hij met kinderen meedoet. Uh, oh, nou ja, een dat beetje is... houterig. Dat is een heel ander dansen dan wat deze mevrouw inderdaad Ja, doet. ze had er echt plezier in. Dat kennen ze ook, dat was wel duidelijk. Ja. Nog eventjes, er zijn nog wat ideeën uh, van de luisteraars voor de volgende podcast. Tarik zegt een podcast over framing en perspectieven. Bestaat er een absolute waarheid in de geopolitiek? Dat wordt genoemd. In de geopolitiek bestaat geen absolute waarheid. Maar u kunt de resultaten van een webtelescoop. als die uh, nader bekend worden, die kunt u heel serieus nemen. En Antoine Harms wil nog weten: gaat Maarten in de korte broek, als het warm is? Ja, ik weet het antwoord. Nee, maar het gaat nooit in de korte broek. Nee. Ook als het nog twee keer zo warm wordt, dan ook niet. Ik heb weer zoveel mannen met korte broeken gezien in de afgelopen weken. Het is zo'n triest gezicht. Het is, zo, het is zo evident dat de Heer zijn best niet heeft gedaan op mannenbenen. En Hanna zegt, Maarten zegt heel vaak in allerlei opzichten. Is dat bewust of een stopwoordje? Stopwoord. Mag ik ook een stopwoordje? zijn mensen niet gelukkig dat ik überhaupt een stopwoord heb? Hè? Ja. Ik krijg hard verwijt dat ik maar doorlul, dus ik laat ze blij zijn dat ik een stopwoord heb. Pruf wil weten wat ziet hij van zichzelf terug in zijn kinderen. Oh, dat is interessant. Um, mijn kinderen zijn in allerlei opzichten uh, uh, enerzijds betere versies dan van mijzelf. In de zin dat ze goed georganiseerd zijn. En altijd heel, zich heel efficiënt gedragen, ook in zakelijk opzicht en zo. En dan ook tegen mij zeggen dat ik iets stoms doe of iets anders moet doen enzovoort. Wat zij ook hebben, en wat, bij het, wat toch minder is, dat, is dat ze lastig zijn. Dat ze snel verontwaardigd en boos zijn en zo. Dat, dat zie ik er wel in zitten, ja. En, en dat ze. Dat, dat, andere mensen ook vrij stom vinden. Dat, dat, ik moet zeggen dat dat, dat dat zijn mijn mindere eigenschappen. Die hebben ze ook in, in vrij hoge mate geërfd. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook. Ik denk dat, dat ze de efficiëntie en het organisatievermogen van mijn vrouw geërfd hebben. Ik ben betrekkelijk rommelig en chaotisch. Mijn agenda klopt nooit. Ik maak al dubbele afspraken. Ik vergeet te bellen. Nou ja, ik ben een beetje. Als er nou iemand eigenlijk een goed georganiseerd administratief apparaat nodig heeft, dat ben ik het wel. Maar ja, daar heb ik geen geld voor. Wil Maarten wat vertellen over de Spaanse oorlog in Amerika? Niet nu, maar in een andere podcast. Ja, Amerika heeft natuurlijk zijn het grondgebied door oorlogvoering aanzienlijk weten uit te breiden. Dat is zonder meer een feit. Of het ook verschrikkelijk interessant is, er woonde praktisch niemand. Zo moet je het zien. Ik ben natuurlijk nu net geweest in die gebieden, dat, dat is nou Montana en, en Wyoming, niet direct hè. voormalig Spaans gebied, maar dat hele Nevada, Arizona, een groot deel van Californië, dat was natuurlijk Spaans gebied. En daar was gewoon, er ja, waren indianen, maar goed, die, die werden beschouwd als niet aanwezig, om het maar even zo te zeggen. We hebben het erover gehad, het westen van de Verenigde Staten, afgezien van Californië, is natuurlijk nog steeds leeg. ja Pieke Brouw zegt de apartheid lijkt me ook een interessant onderwerp voor de podcast. Ja, vanwege dat woord natuurlijk. Wat uit het Nederlands, eh, wel eigenlijk een Zuid-Afrikaans woord denk ik, oorspronkelijk ook. Eh, ja, daar, kan, daar kunnen we iets over zeggen. En vooral natuurlijk dat het, dat het tot mislukken gedoemd bleek te zijn. Zoals tal van fatsoenlijke mensen al hadden gesuggereerd. Helmich, Maarten, waar haal je toch die mooie zwarte truien? Volgens mij wordt dat echt mode. Nou, ten eerste heb ik die al die jaren en jaren. En die, al die truien, voor zover ik weet, heeft mijn vrouw bij de HEMA gekocht. ook, ik heb ook zwarte t-shirts. Daar staat een heel wit etiketje, staat er ook in de HEMA in. En XXL staat erin. Dat heb ik wel nodig. Het is allemaal van de HEMA. Ik was altijd verontwaardigd. Ik heb wel eens, we hebben al eens gehad dat mijn vrouw een nieuw overhemd had gekocht. Dat ik zei, wat heeft dat dan gekost? 135 gulden, ik weet het niet meer, maar zoiets. Nou, ook echt achterlijk duur. Ik, wat dat betreft ben ik ook. ook ik hang erg nog aan de prijzen van de jaren 50. Ik, ik vind ook auto's nog idioot duur. Ja, mijn moeder kocht een spiksplint, een nieuwe Renault 4 voor 4200 gulden. In 1961, 62, zoiets. Dat hou je niet voor mogelijk toch? Nee. nee, daar krijg je nu niks meer voor. Je nee, daar krijg je, daar krijg je niet veel meer voor. oké misschien wel nog. Ruby Straatje, als Maarten koffie bestelt bij een café of restaurant, wat voor soort koffie is dat dan? Nou, dat is heel wisselend eigenlijk. Een beetje naar de behoefte van het moment van de dag. Ik zal eh, s'avonds na het eten zal ik altijd een, een dubbele espresso bestellen. In de hoop dat hij ook een beetje lijkt op een, op een echte goede dubbele espresso en niet... Gewoon twee, twee, twee iets geconcentreerde Nederlandse kopjes koffie bij elkaar gegooid zijn. En ik zal zochtend uh, zeker een cappuccino drinken. Ja. Rick wil, wil weten als Maarten. Ik vind ik vind, o, die Latte mij veel te veel melk. Dan kun je echt gewoon geen koffie drinken. Als Maarten geen geschiedenis of mocht studeren, wat werd het dan? vraagt Rick. Nu, kunstgeschiedenis, biologie, astronomie. Oké. Okay. Ja, astronomie, mijn wiskunde was niet sterk. Kijk, astronomie is grotendeels een, een, een wiskundig, natuurkundig vak geworden. Ja, het is dat, dat wat ik heb, nu heb gedaan, is dat romantisch naar, naar de sterrenhemel kijken. Is mooi, fijn dat ik kan. Maar dat is niet de manier waarop de astronomie vordert. Die luik kijken nooit naar de sterrenhemel. Die, nee. Die, 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 die bekijken fotografische, daar nou, tegenwoordig CCD-materiaal natuurlijk. Uh. Ja. Ik hoop dat die astronomen nog naar buiten rijden. Mogen ze, mogen ze rapporteren? Dat ze dan, als ze ergens zijn, weet ik veel, het kan in het Franse platteland, Amerikaanse platteland, Texel, de Hawadden-eilanden. Ja, dat je, dat je dan naar buiten loopt op zo'n. Als het helemaal lekker donker is geworden, er is geen maan. En dat je dan hier die overweldigende sterrenhemel, dat je dat, dat je dat kunt bekijken. Dat is, dat, dat is zo'n ramp dat we, dat in onze steden niet meer zichtbaar is hebben ook nog wat ideeën voor uh, de podcast op 20 september oh, ja. in Tivoli redenburg Is het rampjaar 1672 iets? Is ja, jou... Dan moeten we de vragen. Ja? Eigenlijk wel. Die heeft daar een heel boek over geschreven. Dus... Oké. Okay, ik... ja, weet ik. Ja, ik, kan een boek van pannenhuizen lezen. Zo is het niet. Uh... Katten wordt ook gezegd. Katten. Ja, dat is uh, kattenfilmpjes. <laughs> José Krekers, hoe de 80-jarige Oorlog nog steeds doorwerkt in de scheiding van de Randstad en het platteland. De mentaliteit van beide helften is zeer verschillend. Ik zie een directe link. U ook, vraagt ze. Ja, tot op zekere hoogte is dat zo. Maar of dat nou ligt aan de 80-jarige Oorlog, dat ligt aan het feit dat het Westen van Nederland eigenlijk altijd uh, veel, veel commerciëler was en anders in elkaar zat en ook andere importbehoeften had in zekere zin. In die, in die zin zijn wij altijd twee landen geweest. Ik bedoel, eh, Drenthe is, is nooit een, een vitaal centrum van economische activiteit geweest, behalve voor het turfsteken natuurlijk. Maar waar ging die turf heen? Naar het westen. Ja. Eh? Kai heeft uh, ook een ander onderwerp. We zien dat steeds meer bedrijven fabrikage weghalen uit China, bijvoorbeeld uh, Apple, maar ook farmaceutische bedrijven. Kunnen we productie terughalen naar het westen met een mix van arbeid en automatisering, geopolitiek gezien handig, vraagt hij. Nou, daar zit natuurlijk wel wat in. Kijk, je moet, je moet, je moet productiekosten, kun je nader analyseren. En in productiekosten, daar zijn allerlei dingen in, in verwerkt natuurlijk. Dat zijn de loonkosten die je moet maken. Dat zijn de, 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 de kosten van apparatuur die je nodig hebt om dat product te maken. Dat is de afschrijvingstermijn van het hele systeem. Dat is de fabriek die je moet bouwen en waar je die bouwt. Dat is ook natuurlijk de slot en daar hebben we het eigenlijk over, de onzekerheid van de locatie. Als jij die fabriek bouwt in een land waar ze elke drie jaar revolutie hebben en, en weer een nieuwe groep kolonels aan de macht komt, dan kun je daar beter niet in dat land een fabriek bouwen. Dat is dat, dan dat, dat, dat licht voor de hand. En als het blijkt natuurlijk je, dat je loonkosten in feite een heel klein deel slechts vormen van de totale kosten van het product, dan zou je goed kunnen overwegen om zo'n fabriek en alles wat erop en eraan hoort, in een stabiel eh, land te bouwen, waar de loonkosten wel hoog liggen, maar dat, omdat ze toch, als de loonkosten, ze zeggen maar 10% van de totale prijs uitmaken, ja, dan, dan is het niet zo interessant. Maar dit kan ik toch zo met zo'n iPhone in elkaar zetten. Dat, dat daar zijn kennelijk toch een relatief nog hoge loonkosten aan verbonden. Dat was natuurlijk al lang ergens anders gedaan dan in China. Ja. En Annette tiels met een onderwerp voor de twintigste De Oorlog tussen Amerika en Irak, zegt zij. Ja, een van mijn favoriete onderwerpen, omdat dat nou eens iets was waar ik groot gelijk had door te zeggen dat het levensgevaarlijke onzin was. Ja, dat kan. Dat wil ik best doen. Aanval van China op Taiwan. Is dat niet de perfect storm, vraagt iemand. Is dat een onderwerp over? Nou, moet je het wel eerst even doen natuurlijk. Dan is het de perfect storm. Maar dat gaan ze niet doen voorlopig. Dat kan ik je verzekeren. Nou, okay. Geschiedenis van de opvoeding wordt nog genoemd. Ja, dat is een, een leuk thema natuurlijk. Ja, dat is al zo ontzettend veranderd als je het vergelijkt met, met de opvoeding van 50 jaar geleden. 100 jaar geleden. Het was natuurlijk een tijd dat er nauwelijks opvoeding was. Dat, dat kinderen gewoon op een goed moment mee gingen draaien in de volwassenenwereld. Ja, en uh, Martijn Sille die zegt, uh, kan Maarten 20 september iets vertellen? Welk kabinet, realistisch of onrealistisch, het beste zou zijn van ne voor Nederland en waarom? Uh, gek genoeg, een, een, een kabinet van de middenpartijen. Aangezien de vleugels in Nederland niet goed snik zijn, uh, heb je daar ook niet veel aan natuurlijk. Nee. Ja, ja, het, het heeft weinig zin natuurlijk om, om, om een kabinet te, om van haar, haar minister van iets te maken. Dat lijkt me vrij nutteloos. Ja. En dat zeg ik niet alleen omdat die die onzin over die vragen, over mijn, mijn uitspraken, maar gewoon omdat het lui zijn die, die ja, niet goed snik zijn. Naar mijn idee qua politieke opvatting. Het gaat er mij niet om dat ze opgenomen zouden moeten worden in een gekke huis. En dat is nou niet direct. Hoewel nogal wat Twitteraars misschien toch vrij dicht bij dat stadium zijn. Maar nee, ik zou zeggen. Um, we hebben een kabinet van de middenpartijen, met, met in het algemeen mensen met verstandige opvattingen. Alleen eh, ja, ben ik voorlopig niet erg onder de indruk van dit kabinet, dat is punt één. En punt twee hebben de kabinetten Rutte en, en deels ook al Balkenende, naar mijn idee, een koers gevaren eh, waarvan nu blijkt dat, dat die niet gelukkig is geweest op een reeks van terreinen. Ja. Het zou eigenlijk ook wel nuttig zijn om, om, een, om eens een boekje open te doen over die dingen die ze wel goed hebben gedaan. Want zo gewoon bestaat er natuurlijk een beeld dat ze eigenlijk nooit iets hebben goed hebben gedaan. Er zijn ook dingen in Nederland die prima werken. De AOW bijvoorbeeld werkt prima. Ja. Zitten hier onderwerpen dus Wel, de Europa hadden we al. Zitten hier onderwerpen nog tussen waarvan je zegt, daar kan ik wel wat over vertellen? Ja, Irak misschien. Irak nog, ja. Ik zou zeggen, Irak en Europa, dat zijn allebei serieuze onderwerpen okay. waar ik wel mee voort kan. En die opvoeding? Ja, dan moet ik een boek voorlezen. Ja, dan moet je een boek voorlezen, oké. Okay. Okay. Je hebt de Wikipedia. Ja. Oké, okay, dan doen we Irak en Europa. En dan kunnen we aan de luisteraars vragen. Oké, okay, laat maar weten uh, wat je het, uh, het liefste hoort. En dan. Uh, misschien ja, komt er ik nog een Ik wat vind bij. Irak prima en ik vind Europa ook prima. Het zijn allebei vrij complexe onderwerpen. Dat zal ik dus als ik. Want ik had een half uurtje, begreep ik. Ja, drie kwartier. Drie kwartier, oké. Okay. Maar dat, dat, het, moet kun, het moet kunnen. Ik moet de hoofdlijnen in drie kwartier op kunnen zetten. Als, oh, ik, okay. als jij steeds zegt: niet afdwalen. Nou ja, ik, mensen vinden dat juist leuk altijd hè, afdwalen. Ja, maar het heeft ook nadelen. Maar dan komt er iedere keer toch nog eventjes weer wat andere informatie tussendoor. Ja, nee, dat is waar. Het kan hele merkwaardige en nuttige informatie zijn, natuurlijk. Maar je moet er toch mee uitkijken. Ja, oké. Okay. Nou, laat me even dan weten wat uh, mensen interessant vinden. En dan uh, kijken we volgende week weer even door, wat eruit komt. Dat gaan we doen. Dus ja, nogmaals, Europa en Irak prima. Daar kan ik wel wat mee. Ik bedoel, ook zonder dat ik er. Uh, Langdurig op moet studeren. Dat was ook wel het voordeel van de telescopie, natuurlijk, dat ik daar iets van af wist. Precies. Oké, okay. we gaan het zien. Wat Sterker uitkomt. nog, ik heb dat telescoopje nog. Nou ja, dat is. We uh... in een hele leuke kist. Echt een heel, heel solide apparaat. Leuk onderwerp van de Maarten nog een keer. Kun je er ook een fotootje van maken? Ik geloof dat ik er wel iets over. Okay. Ik weet niet of ik er ooit iets over geschreven heb. Misschien ook wel. Ja, dat. Ja, dat was mooi dat je daar dan in die aardenduistere uittewaarde ging staan. Ik heb toch ook wel eens verteld dat als je dan eens naar het zuiden keek, de BTW in, dat was echt aardedonk. Als je op dezelfde plek gaat staan nu, waar wij toen stonden, naast dat slootje. Dat is een lichtzee in de, in de, in de BTW. Echt een lichtzee. Dat ja. zijn tuinderijen deels, maar ook plaatsen die gegroeid zijn, wegen. Uh, verlicht. Het is. Het is dat betreft lichtvervuiling. Dat is echt een, een serieus punt. Ja. Van boven zie je dat goed ook. Hè? Ja, neem die satellietfoto's van uh, van de van dat de grote delen van onze planeet zijn aarde donker, ja. maar, maar waar dat licht is, dan is het ook zeker west-Europa. Ja. Daar is het echt uh, overweldigend, Zo overweldigend dat je dus geen kloot meer kunt zien van die sterren nee. Dat is het eigenlijk. Nee. Oké. Okay. Het begint warm te worden. Als ik, ik Tesla was, zou ik daar ook reclame voor maken. Als u toch op Tesla bent, dat, het is een prachtige sterrenhemel, daar kunt u ook van genieten. Ja. Gratis, het is gratis. Ja, het kunt het Noorderlicht zien in de winter. Dat schijnt af en toe, ik geloof zelfs dit jaar, was dat toevallig een keer zichtbaar. Maar voor het Noorderlicht, kunt echt beter wel wat noordelijker gaan. Ja, het begint warm te worden, kortom. Ja. Ik vind het voor wel... ons tijd om te stoppen. We begonnen in de schaduw, maar we zitten nu in de zon. Daar ja, hier. dat is het wonderlijke van de zon, dat die, ja, zich, ja. dat die zich beweegt. Dat, dat was de ook de met mijn kijkertje zo, dat als je die maan dan tenslotte in het kijkertje had, dat je aan die knopjes, want ik had niet zo'n systeem wat automatisch, laten we zeggen, het draaien van de hemelkoepel volgt, maar je moest aan twee knopjes oh, ja. draaien. En die maan, joh, die. die race door je beeld heen. Dat is echt ongelooflijk. Nou, als je nou een vraag hebt voor de volgende aflevering... Uh, laat het dan weten via Maarten Podcast op Instagram. En mocht je het leuk vinden om 20 september live bij de podcast te zijn... en andere luisteraars te ontmoeten... linkje om kaartjes te scoren staat in de show notes. Ik heb aangroeisel. We beginnen met breaking news. Russische nieuwsagentschappen reporting dat Mikhail Gorbachev is gestorven. Als je de revolutie natuurlijk ziet in de kern van zijn idealen. namelijk dat de mens daadwerkelijk bevrijd zou worden. Dat dit het eerste menswaardige regime ter wereld zou worden. Waarin de proletariërs, de verdrukten der aarde, zo u wilt, eindelijk aan hun gerechtigde historische trekken zouden komen. most mislukking in vorige eeuw With policies that promoted free speech and reform within the communist bloc, Gorbachev forged a new dialogue with the West. It was one that ultimately brought down the Iron Curtain that had divided Europe since 1945. His policies also helped put Germany on the path to reunification. Het is in feite een tandeloze politiestaat geworden, maar desalniettemin een democratie is het nooit geworden. En de pogingen om er een democratie van te maken ze hebben geleid tot de mislukking van het, van het systeem. Verdiep je in de geschiedenis van de Sovjet-Unie met het luisterboek Lenin en Stalin door Maarten van Rossum. De link staat in de show notes.